Welkom bij een nieuwe aflevering van Het Woord van het Leven. Vandaag zullen we kijken naar een vers van Paulus in de Romeinen hoofdstuk 8 vers 37. Wat zegt Paulus hier? Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Paulus noemt ons overwinnaars met God, met hem die ons heeft lief gehad. Wat is hier bijzonder? We moeten weer kijken wat wil Paulus ons brengen. In de hoofdstukken van Romeinen hiervoor gaande, zit Paulus de hele tijd uit te leggen dat niemand onschuldig is. Niemand is onschuldig aan de zonde. Iedereen heeft zonde. Iedereen zit vastgeketend aan de dood, omdat wij allemaal lichamelijke, vleeselijke mensen zijn. Hij zit dat uit te leggen door te zeggen van: iedereen heeft kans gehad om God te leren kennen en iedereen maakt toch de zonde. En hij zegt dat ook niet alleen over de mensen. Hij staat niet als bischop of prediker of hoe je het wil noemen, boven de mensen. Hij zegt: En ik ook, ik ook ben een zwakkering. En dan zegt hij dat het door de kracht van God is dat hij zich een overwinnaar kan noemen. Paulus gaat zelfs verder door te zeggen: Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte nog diepte hebben jullie nog geduld nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus onze Here. Paulus bereikt hier een punt dat hij kan zeggen dat niks meer macht over hem heeft door Jezus door de liefde van God die hij voor ons heeft. Hier is Paulus zeer krachtig, ondanks alles wat hij te verduren heeft, zoals we ook in de eerdere afleveringen hebben genoemd, en dat zijn leven niet zeker is op aarde, maar niks kan hem scheiden van God, die hij lief heeft en die hem lief heeft. En een mooi voorbeeld hiervan zien we ook weer in het Oude Testament. En zo zien we ook de verbinding tussen het Oude en het Nieuwe Testament. God is God. En Gods zijn persoonlijke relatie met ons, is altijd heel persoonlijk en individueel geweest. En dat zien we dus ook in het verhaal in het Oude Testament van Jozef. Jozef, de jongste onder zijn broeders, Jozef, de kleinste, die in een put wordt gegooid, die verkocht wordt als slaaf, geen bescherming meer van zijn vader, blijft volhouden. En hij heeft één ding wat niemand kan breken: en dat is de liefde gods. Niemand kan dat breken. Word ik in, uh, daar slaaf, dan word ik daar slaaf. Word ik ten onrechte beschuldigd van overspel, dan is dat zo. Kom ik in de gevangenis, prima. En op elk moment in zijn leven heeft hij één doel voor ogen: die liefde van God die hij krijgt, die liefde van God ook verspreiden naar anderen toe. En dat is de kracht die God ons geeft. Niemand kan ons breken. Een ander mooi voorbeeld wat helemaal voor zich spreekt en past bij deze vers is Sint Basilius de Grote. Hij was een bisschop en het staatshoofd van dat gebied in het Romeinse Rijk. Die heeft geprobeerd om hem te overtuigen. Om zeg maar, zich de, de afgode beelden aan te bidden. Dat hij de kerk verlaat. Dus hij, die, die man die ging naar hem toe. De staatshoofd ging naar hem toe. Ging met hem praten. En hij zei tegen hem. Wij zullen de kerk helemaal leeghalen van al haar bezittingen. Toen zei hij. De kerk heeft niks werelds wat het bezit. Alleen deze kleding. Wil je de kleding hebben, mag je het hebben. Toen zei hij tegen hem. Dan ga ik je in de gevangenis stoppen. Toen zei hij. De gevangenis is luxer dan de kamer waar ik leef. Ik wil niks werelds. Toen zei je tegen hem: dan ga ik je martelen. Nou, mij martelen zal je niks aan plezier aan beleven, want met de eerste klap ben ik dood. Toen zei je tegen hem: prima, dan maak ik je dood. Toen zei de bisschop, toen zei Sint Basilius de Grote tegen hem: dan heb je mijn grootste wens vervuld, want dan ben ik een martelaar in de ogen van de heren en dan kom ik bij Hem. Dus doe maar, graag. En zo ging hij schaamtevol weer weg bij Sint Basilius de Grote. Dit staathoofd heeft zelfs naar zijn opvolger een brief geschreven. Waarin hij heeft gezegd: Blijf op afstand van Sint Basilius de Grote, want je zult het toch niet van hem winnen. Je zult beschaamd raken, want er is geen manier om hem te overwinnen. Dus hier zien we een levende lijve, een praktische uitvoering van deze vers. En onze kerk is ook een kerk van martelaren. Nog steeds vandaag deze dag vieren wij dagen van nieuwe martelaren in onze kerk. Voegen wij iconen toe van nieuwe martelaren. En wat we bij elke martelaar opnieuw zien is de kracht. In hun gebed op het moment van de marteling of het moment van het overlijden. Dus dit is de vers die wij leren. Dat is van wereldse krachten. Maar ook van duivelse krachten verlost God ons. Dus en van de mensen in de wereld en van duivelse krachten. En dat wij kunnen zeggen met Sint Paulus. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft liefgehad En dat niks ons overwint. Romeinen hoofdstuk 8, vers 37.